Wel, hier in de Europaschool is een van de drie krokusscholen voor kleuters van de stad Genk actief. De krokusscholen zijn vooral gericht op 4-5-jarigen. In bepaalde wijken zijn het ook oudere kinderen. Er zijn er ook oudere kinderen bij. We beogen vooral om in te zetten op de taalvaardigheid van kinderen. Maar we doen dat natuurlijk in een combinatie met spelactiviteiten, crea-activiteiten, drama-activiteiten. Samen met de Europaschool is deze krokusschool ontwikkeld met het team Stralenderwijs. Er zijn twee zeer gemotiveerde, dynamische jonge kleuterleidsters die in de vrije tijd bereid waren om ook een krokusschool voor ons mee te ontwikkelen. Er zijn hier een 16-tal kinderen die nu vier hele dagen al actief zijn geweest. Dit is de vijfde dag en vandaag sluiten ze af. Waarom een krokusschool? Toch nog even toelichten. Ja, we gaan er natuurlijk vanuit in deze tijden van corona dat er bijkomende ontwikkelingsachterstand gaat opgelopen worden op taal, op zelfredzaamheid. Het is de bedoeling van ook door educatieve dingen in de vrije tijd te doen, van zeker te zorgen dat de opgelopen achterstand tot een minimum beperkt blijft. Ik ben hier samen met Sarah, mijn teamteaching partner, aan de slag gegaan met de kleuters. We hebben ervoor gekozen om vooral rond het muzische te werken, omdat dat de taal is die iedereen spreekt. We hebben de ruimtes dus ook zo ingericht dat de kleuters aan de slag kunnen gaan met beeld, drama, muziek en dans. En dat ze daar eigenlijk hun eigen weg in kunnen zoeken, waar ze zich het beste bij voelen, wat ze het liefste doen. En we zijn aan de slag gegaan met trotsdozen. Dat zijn eigenlijk dus dozen waar kinderen items in mogen verzamelen, waar zij trots op zijn. Zij beslissen dus zelf wat ze daarin doen en niet. Op die manier proberen wij ook zoveel mogelijk spreekkansen te creëren. De kinderen die krijgen de kans om een doos voor te stellen. En nu zijn we vrijdag, de laatste dag, krijgen kinderen de dozen ook mee naar huis. En hebben wij daar ook een begeleidende brief aan toegevoegd, zodat kinderen ook thuis hiermee aan de slag gaan en met hun ouders hierover in gesprek gaan. Ik heb een eidoos gemaakt. Ik heb een ogenfoto. Ik ook. En ik heb zo. Ik heb zo een tekening. Ik heb dit. En ik heb dit. Een brief voor papa en mama. Ik heb nog deze. En deze heb ik. Dat is een moeloe. Die heb ik gekleurd. En deze is plakker. En deze heb ik gekregen. Valerie en ik hebben in de opleiding van kleuteronderwijs kunnen proeven van teamteaching, de kracht van samen. En we waren helemaal verkocht, zowel in de positieve zin voor de kinderen. Er zijn gewoon veel meer voordelen samen en ook voor de kinderen. Vooral naar gericht kijken naar kinderen, je opsplitsen in kleine groepjes en gerichter aan de slag gaan. Maar ook heel veel voordelen voor de leerkracht zelf, een draagvlak. Je leert heel van elkaar, je inspireert elkaar gewoon heel veel. En dat zijn zo tal van voordelen dat je merkt als je aan de slag gaat met kleuters of kinderen. Daarom hebben Valerie en ik recent Stralenderwijs op poten gezet. En daar zijn we super trots op, want met Stralenderwijs willen we kinderen laten stralen. Willen we hun talenten samen ontdekken, willen we gaan zoeken wat kan ik goed. En vandaar de naam Stralenderwijs. We zetten gewoon in op hun kwaliteiten en op hun talenten. We hebben dat zo doorgetrokken naar het project, hier het taalproject. Hebben we de trotsdoos aan de kinderen toegereikt en zijn we daarmee aan de slag gegaan. Ben je druk of juist heel stil? Heb je kort haar of een bril? Heet je vriendschap man of kind? Hier ben je welkom voor als je bent. Welkom en blij, hier is een plekje vrij voor jou en mij. Applaus voor de krabbe. Applausje voor wie? Krabbe. Wil je krabben?